bovenste rij. Een hert? Zijn nou een hert? Ja, een hert. Oh hier, nee, dat is de kerstversiering. Dat heb ik alvast aangeschaft. Dat is gewoon kerstversiering. Ja, dat is Rudolf. Rudolf de Red-Nose Dead Deer. Yo, what up mensen? Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killer Jay. Vandaag zijn we weer terug op GTA 5 Online, want we gaan weer wat missies spelen. Dit keer niet in de bunker, dit keer zijn wij in de hangar. En ja, ik ben niet alleen, ik ben samen met Thomas als het... Nou, oké, Thomas is er nog niet. Ik ben op dit moment nog alleen. We gaan vandaag weer een leuke video neerzetten voor jullie. Ik hoop dat Thomas er zo aankomt. In ieder geval, laat die blauwe duimpje omhoog achter als je zin hebt in deze video. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren. En check natuurlijk sowieso even dat mooie... Ja, hoe heet dat? Notificatieknopje aan. Dat zal heel chill zijn, want dan blijf je up-to-date. En join natuurlijk even de Discord community, als je dat nog niet doet. Een link staat in de beschrijving. Het is een gratis chatprogramma waar we een keertje gezellig kunnen praten. Daarnaast kun je ook praten met andere subscribers van leden van de community. En ja, het zijn gewoon allemaal toffe opties daar, waar je gewoon even kennis mee moet maken. Dus doe dat even, subscribe. En wees blij en join de Discord. En laten we de video beginnen. Let's go. Oké. Thomas is er nog steeds niet. Het is wel een beetje raar. Ik ga hem even bellen. Even kijken hoor. Thomas. Heb ik zijn nummer nog? Oh ja, daar staat hij. Oké. Laten we even bellen zo. There we go. Joey? Ja, hallo. Ja, met Joey. Waar ben je? Ik lig nog in bed, jongen. Je weet dat het 6:00 's ochtends is en dat... je om 6:00 in de hangar zou zijn, weet je nog? Was dat vandaag? Ja, dat was vandaag. Ik bedoel, ik zei nog zo, zaterdag 6:00 's ochtends moeten we vliegen. Oké? We moesten om 7:00 al in de lucht zijn en dat gaat ons nu nooit meer lukken. Het is inmiddels al 5:45. De telefoongesprek liep veel te lang. Ik kom nu aan, man. Thomas, kom snel! I need you, boy! Oké, goed zo. Zo, oh, gelukkig. Hij komt eraan, mensen, hij komt eraan. Nou, laat ik dan alvast snel even mijn vliegpak aantrekken, want ik heb zelf eigenlijk ook nog helemaal niet de juiste kleding aan voor deze missie. Dus dan kan hij in ieder geval niet zeggen van, ja, maar je hebt zelf ook nog niet je vliegpak aan. Want oké, even zo kijken. Flight suits, welke is vet voor vandaag? We hebben er zoveel. Even kijken hoor, welke past bij de Apache? Ik denk deze kleur wel. Die past wel bij de Apache. Want de Apache is ook een beetje een bruin kleurtje, dus doen wij ook een bruin kleurtje aan. Past bij de Apache. Zo, oké. Thomas! Joey, ik ben er. Thomas! Ja, hier ben ik. Thomas, wat voor kleding heb je aan? Dat is niet de juiste kleding, Thomas. Thomas, dat is je pyjama. Ja. Ik weet dat je vroeger altijd een droom had dat je in het leger wou. Dat is niet gelukt. Nou zit je bij mijn company. Ik heb ook mooie vliegtuigen en leger dingen, maar... Het is niet het leger, oké? Het is een private military army. En dat is je pyjama. En ik wil graag dat je een vliegpak aantrekt, want we gaan heel hoog vliegen. Daar is geen zuurstof en anders ga je dood. Oké, waar kan ik me omkleden? Ga maar even naar mijn slaapkamer, daar zo. Die deur. Die deur door. Okay. En dan linksaf. Oké? Okay? Oh, of bij de kledingkast. Kan natuurlijk ook. Je zit erachter. Oh mijn god. Mensen, het is soms echt lastig. Maar dat maakt niet uit. Weet je, we vertrouwen gewoon op Thomas dat hij hiervan geleerd heeft. En dat hij de volgende keer gewoon tijd op zijn werk komt. Hè? Als we hem nodig hebben. Ja? Dit is goede. Wat? Oh, ik had de deur. Nee. Thomas! Kijk wat ik aan heb! Oh, shit. Oké. Ik heb de deur even weer op slot. Niet de deur open, even op slot doen zo. Laat je me nou op! Nee, dat is gewoon dat niemand binnen kan komen. Weet je wel, okay, dat je even veilig bent. Ik denk dat hij zo goed klopt. Oké, kom maar naar buiten. Ja, ik moest hem even opendraaien. Oké. Gaan we het zwart vandaag? Je wil in het zwart? Oké, weet je. Dan trek ik mijn zwart ook aan. Dan zien we er in ieder geval een beetje hetzelfde uit. Weet je, dan weten ze tenminste dat we bij elkaar horen en dat we een soort van team zijn. Even kijken hoor. Waar zijn mijn flight suits? Oh mijn god, ik heb zo'n grote kledingkast hier zo. Het lijkt heel klein van dichtbij, maar eigenlijk is het echt heel groot. Dus, daar zijn ze. Oké, even kijken hoor. Flight suit. Die. Daar gaan we vandaag in. We gaan vandaag stealthy. Oké, dan gaan we de Apache ook maar even een ander kleurtje maken, hè? Want ik bedoel, als we toch in het zwart gaan, dan moet de Apache ook weer mooi uitzien. Zullen we eerst even de Apache een ander kleurtje geven, daarna kijken wat voor missie we vandaag kunnen doen? Ja.
Oké, helemaal toppie, helemaal toppie, helemaal toppie. Oké, loop maar even mee. Loop maar even mee, want je wil natuurlijk wel even bij zijn. Nog even masker af, hoor. Waarom? We gaan aan de slag met dodelijke verf. Als je dat inademt, dan weet je wat er gebeurt. Ik doe hem alweer op. Dan worden je longen een soort van stenen en kun je niet meer ademhalen. Dus het is handig dan... Nee, dat is het verkeerde masker. Je moet dit masker... Ja, goed zo. Dat is het juiste masker. Thomas moet nog zoveel leren, jongens. Maar zeg dat maar niet in zijn gezicht, want dan wordt hij een beetje verdrietig. Hij heeft het niet gehoord, volgens mij. Oké, toppie. Oké. Stap jij maar voorin. Yes. Dat is de verkeerde... Oh, dat is wel de goede kant. Laat maar, ik heb niks gezegd. Oké. Niet gaan schieten, hè, met dat ding in de hangar. Dan gaat alles kapot. Proberen. Oké, even kijken hoor. We moeten even een respreetje eroverheen gooien. Metallic, Even kijken. Wat is een mooi kleurtje? Nee. Carbon. Of carbon black of gewoon black? Wat vind je mooier? Die? Of die? De eerste. Oké, doen we die. Oké, dan moet het secondary color moet dat natuurlijk ook even worden. Even kijken hoor. We hebben zoveel verschillende spuitbussen hier liggen in het magazijn. There we go. Oké, nou, dan zijn we nu zwart in plaats van goud. Hartstikke mooi. Lekker bezig. Nou, even kijken hoor. Exit the aircraft. There we go. Nou, dan is de... Weet dat, de Apache is in ieder geval klaar voor de missie. Nou, hij ziet er goed uit. Hij ziet er echt goed uit. Is hij al gekeurd? Hij is al gekeurd. Kijk, we hebben hier een... ik weet niet of je hem al een keertje gezien hebt. Volgens mij heb je hem al een keertje gezien, Thomas, maar... als het goed is hij hier zo aan het werk. Hallo? Nou, hij is niet hier bezig nu. Misschien is hij in de andere kamer. Nee, hij is ook niet hier. Is dit hem? Waar? Hebben we gevonden? Hier, bij de minicopter. Oh, hij is aan het werk. Ja, goed bezig. Ja, dit is hem. Dit is onze... Onze keurman. Ja, een hele goede buikspreker. Zoals je kunt zien beweegt zijn mond niet terwijl hij praat. Ja. Maar dit is dus onze mechanic. Hij werkte vroeger op Fort Sanguro, maar hij is ontslagen omdat hij drugs had gesmokkeld. Terwijl hij op uitzending was. En ja, ik dacht van ja, hij zo'n arme man, weet je, die heeft wel gewoon een baan nodig. Dus hij kan voor mij werken. Laten we even naar het kantoor gaan. Dan kunnen we even kijken of we nog wat dingetjes kunnen doen vandaag. Want ja, we moeten natuurlijk even nieuwe items hebben, weet je. We moeten even een missie starten. Dan kunnen we even weer wat dingen stelen en dan worden we rijk. Hopelijk. Hopelijk worden we rijk van ooit. Waar? Daar, doos. Eerste doos bovenste rij. Een hert? Zijn nou een hert? Ja, een hert. Oh hier, nee, dat is de kerstversiering. Dat heb ik alvast aangeschaft. Dat is gewoon kerstversiering. Dat is Rudolf. Rudolf de Red-Nose Dead Deer. Heeft hij ook een rode neus of? Nee, die heb ik eraf gehad. Nou. Weet je, dat is. Anders staat hij de hele jaar aan en er zitten batterijen in. En die batterijtjes zijn duur. Ik heb hem even eraf gehaald, uitgezet. Ik zet hem er weer op. Rond kerst. Rond kerst. Dan komt hij weer mooi in de hangar te staan. Ja, hopelijk. Hopelijk als de Rockstar het toelaat. In ieder geval een kerstboom. Die wil ik sowieso opzetten hier zo. Maar laten we even naar kantoor gaan, want we moeten natuurlijk even een missietje doen. Ik ga even achter de PC zitten. Wat voor gevoel heb jij vandaag? Waar heb jij vandaag zin in, Thomas? Drugs. Je weet dat het maar gebruik, niet onder de werktijden. Je weet dat het gebruik daarvan verboden is, hè, als je voor mij werkt. Ja, ja. Maar narcotics, dat is zeker weten wat je wilt doen vandaag. Geen chemicals of medical supplies, animal materials misschien, of counterfeit goods, of tobacco en alcohol, of jewelry. Ja, we kunnen ook nog een hert halen natuurlijk. Ja, extra kerstspullen. Zullen we voor extra kerstspullen gaan? Ja. Oké. Confirm. We gaan extra kerstspullen halen, mensen. Kerstspullen inslaan. Oh mijn god, ik moet eerst weer. Now this one's easy enough. Oh. I've rented you out as a stunt pilot to an oligarch. It's his daughter's bat mitzvah. And if you can impress a horde of shrieking tween guests, ik wil toch vliegen met mijn Apache. By showing very little regard for your own life nee, or anyone else's in the city, he'll give us a location of what we need. Nou, okay. We hadden net zo goed onze pakken wit moeten doen. Ja. Nou ja, we kunnen misschien in de volgende missie nog maar eerst even kerstspullen halen. Hè? Is ook belangrijk. Dan had ik dat eerste foute pak aan kunnen doen wat ik had. Ja, dat had je kunnen doen, ja, maar dat is nou te laat voor. Oh shit. Wel netjes blijven, hè, Thomas? Volg de lijntjes. Niet een hele grote, hele kleine draaicirkel, dit ding. Oh, wat doe je? Ja, er zat een lampje in de weg.
Oké, even kijken. Maar waar moeten we eigenlijk naartoe? Moeten we alle gele... Wat? Is er een event aan de gang? Of moeten we alle gele... Oh, we moeten stunts preformen. Wat voor stunts? Ja, dat weet ik niet. Gaan we zien. Vertel de bron mij in ieder geval wat voor stunts moesten doen. Oh my god. Oké. Ik ga even snel op de map kijken waar we naartoe moeten. Oh, we moeten onder bruggen door. Oh nee! Wat doe je? Ik was op de map aan het kijken. Toen ik de map wegklikte, toen zag ik er in één keer een hele grote oceaan. Oh, ben je neergestort? Ja. Ja. Oh, Joey. Oké, nou ja, ik ga even snel terug naar de legerbasis. Hopelijk krijg ik een nieuw vliegtuig. Iets, in ieder geval. Wel een nieuw vliegtuig. Het zal chill zijn. Ja, yep, there we go. Ik heb een nieuw vliegtuig. Oké, mensen. Ik moest blijkbaar doodgaan om een nieuw vliegtuig te krijgen. Ik ben doodgegaan, dus nu op een nieuw vliegtuigje. En dan moeten we onder bruggen doorvliegen. En ja, Thomas mag niet meer doodgaan. Dat is gewoon, weet je, Thomas, je ging naar dood. En dan moest ik opnieuw respawnen. Dat is niet leuk, hè? Oh ja. Weet je, daar hoort er niet bij. Oké, nou ja. In ieder geval, ik ga onder zoveel mogelijk bruggen doorvliegen. Ik weet niet wat jij aan het doen bent nu. Maar we moeten dus onze dieren materials krijgen als kerstversiering. Want we willen meer hertjes en we willen meer kerstversiering. Ja, precies. Dat is een beetje de optie. Ik vind het vliegtuig niet echt lekker vliegen, trouwens. Oh, ik vind het wel oké. Hij is ook snel. Ja, hij is snel, maar hij... Ja, hij is heel wendbaar of zo. Beetje te... Ja, dat wel, ja. Maar als ik één keer... De bocht op land deed hij niet goed. Wat? De bocht op land deed hij dan weer niet zo goed. Nee, en ook als je je map indrukt, dan is het zeg maar 1, 2, 3 en huppakee, je ligt in de zee. Ja, ik zie het niet. Oh my god, ik moet onder deze brug door. Oh, damn. Oh, damn. Daar, ik ben weer neergestort. Alweer? Ik ben echt zo goed hierin. Oké, ik laat mezelf ondertussen even doodgaan, dan kan ik kijken wat dit is, want wat moeten we hier doen? De knife flight. Oh, je moet tussen gebouwen door alsof, terwijl je opzij zit. Ik verdrink nee, niet. Waarom verdrink ik niet? Oh ja, ik verdrink wel. Zo, ik kan lang mijn adem inhouden. Misschien is het vliegtuigje waterdicht. Nee, ik kan gewoon heel lang mijn adem inhouden. Het begint eindelijk te werken. Ik begin te verdrinken. Oké, mensen, ik zie jullie zelfs mijn vliegtuig weer gerespawnd is. Sorry dat ik zo echt slecht ben met vliegen in dit vliegtuigje. Andere vliegtuigen ben ik perfect mee, maar deze is me toch echt iets te... Doe dat als de video maar. Nee! Nee, Thomas, als je... We hebben geen respawns meer, hè? Niet doodgaan. Oh, kut. Ja, wacht, we hebben nog 2 respawns. Dus we kunnen allebei 1 nieuw vliegtuigje nog. Als het goed is. Oké. Maar we moeten deze gasten wel... Weet je, ze moeten wel een beetje impressed zijn, hè? Want anders... Ik dacht, ik ga coole cinematics maken. Ja, achteraf. Oké, je mag even 1 gerust indrukken. Maar maak lekker de cinematics nadat je klaar bent mee werken. Oké? Ja, Oké. Nou, we moeten dus even onder bruggen doorvliegen. Dat blijven we ook even doen. Alleen, we moeten niet meer in het water neerstorten. Dat is zeg maar het enigste belangrijke. Ja, ik weet niet. Dit vliegtuigje is mij even iets te bang. Oké, hoe verwacht deze game dat ik hier onder door ga vliegen? Dat gaat niet. Dat past niet. Ik moest door een grot heen vliegen. Door een grot? Ja. Is dat gelukt? Ja. Hoe dan? Ja, dat past ook niet. Ik ga wel onder deze brug door. Ja, dat past ook niet. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik ben een vliegtuig kwijt, man. Oh nee. Oh nee. Nou ja, er zijn nu gewoon geen respawns meer. Wat doen we nu? Nee! Nee! Missie failed, Thomas. Thomas! Hé, hey, ik heb nog een vliegtuig. Oh echt? Ja. Heb je ook 3 respawns? Ja. Oké, ik heb geen respawns meer. Ik heb er nog één zelfs. Oké, chill. Keep it up. They like what they see. Oké. Wel, ik ben al 3 keer dood gaan rond, maar als ze dat leuk vinden, dan blijf ik dood gaan voor jou. Dat vind jij leuk. Dat vind ik leuk, ja. Die stuntvliegers, wij gaan stuk voor jou. Oké, ik moet hier ook onderdoor. Oh my god, dat gaat niet. Daar ben ik niet goed genoeg voor, oké? Ik wist niet dat er zoveel bruggen in GTA zaten. Ik heb ze nooit echt geteld. Oké, ik ga even naar de stad. Ik ga proberen die knife flight te doen, man. Hey, ik weet niet, misschien is dat makkelijker. Het is allemaal best lastig. Oh ja, lekker. Waarom?
Ik heb er ook nog geen meer. Waarom zegt GTA? Oh, we hebben een excitement bar. Ja, maar die is niet volgekomen. Waarom zegt GTA van, hey Joey, hier is een brug, ga er maar onderdoor. En dan zetten we daarachter zetten we een boom neer. Achter de brug, gewoon gelijk. Zodat je niet meer omhoog kan en dan ploft. Dat is leuk, GTA. Ja. Kunnen we niet gewoon een vliegtuigje laten... Kunnen we niet gewoon afmaken met een ander vliegtuig? Geen idee. Ik ga het gewoon proberen, wacht. Secure surf. See your vehicles. Buzzard. Ik ga met een buzzard proberen. Kijken of die excitement bar omhoog gaat. Als dat echt is, dan is het echt een lachertje. Deze missie. Yep. Een helikopter kan alles. Deze brug was niet leuk trouwens, mensen. Kijk, hier vloog ik onderdoor, onder deze brug zo. En dan keek ik hier zo. Het... Hey, hoi, boom, boom. Weet je? Maar ja, oké. Okay. Dat is verleden tijd. Nu kwam mijn vliegtuig kwijt. Ik ga... Maar de missie is steeds bezig. Ja, klopt. Dus ik denk gewoon dat je ook met andere vliegtuigen de missie kan voltooien. Ga ik mijn buzzard bellen? Ja, dat heb ik ook gedaan. Kijk, of dat telt. Als dat telt, dat is echt makkelijk. Dan kun je onder elke brug door. Oké, mensen. Laten we gaan kijken of de... Of de buzzer telt. Hij zegt, your flying's okay, but we need to see some night flights. And inverted flights. Ja, dat kan dus niet met een heli. Ik heb net met een buzzer onder een brug en het telt. Nice. Oh mijn god. Kun jij die night flights doen met je Hydra? Ik denk het. Oké, dan moet je zo op de kop vliegen en zo. Dan ga ik nog onder een paar bruggen door en dan gaan we gewoon kijken of we dit even snel kunnen fixen. En ik ben achtervolgd door een heli die ik net uit de lucht heb geschoten. Ik hoop niet dat die hele hoorde bij de mensen die ons een pakketje hebben gebracht. Maar in ieder geval, ik ga even snel onze hunter pakken. Als jij mijn kant op komt, dan gaan we met de hunter de pakketjes ophalen. Is dat een goed plan? Yo. Ik vind dat een fantastisch. Oké, laten we even snel de hunter gaan pakken uit onze mooie hangar. En dan hebben we daarna denk ik nog 5 minuten, want ik denk dat Thomas binnen 50 seconden hier wel kan zijn, toch? Oké, iemand heeft een high five. Waarom doen ze dat? Waarom zouden ze dat in vredesnaam doen? Geen idee. Wat een gemene mensen. Ik kom jou wel ophalen met de hunter. Oké, zullen we dat dan afspreken? Ja. Je auto staat trouwens wel heel mooi geparkeerd voor mijn hangar. Ja. Oké. Ik liep naar de verkeerde cirkel, oké? Er was geen cirkel daar, ik kon via daar niet in, oké mensen? Sorry, oké, haat me niet. Oké, dankjewel. Oké. En check mijn merchandise, killerchap.nl. Gewoon even een kleine promotie daar zo. Even naar killerchap.nl. Zou heel nice zijn. Oké, een hele hangar staat nog steeds vol met auto's die niet thuis horen, zoals je net kon zien. Oké, ik weet niet hoe die auto's daar komen, als iemand daar verstand van heeft. Please tell me, do so, yes. Oké, thank you. Oké, nou ja, in ieder geval, wij stappen lekker in onze... Een mooie Apache helikopter. En dan gaan wij mooi even dingen ophalen. Die zometeen van ons zijn, ja. Oké, Thomas, waar ben je? Ik sta bij de Stuwdammeer. Stuwdammeer. Ja, maar niet diegene. Ja, ik heb je op de map gemarkt over. On my way. We hebben nog 4 minuten 32. Dit is gevaarlijk. Crazy dangerous, boys. Oké, ik heb jou zo meteen nodig op mijn gun. Ja. Oh my god, deze Apache mensen is zo'n mooi ding. Ik ben zo blij dat ze deze hebben toegevoegd. Ik meen het, oké? Ik vind het echt een mooie heli. Ik hoop dat jullie hem ook mooi vinden. Hij was heel duur namelijk. Oké, Thomas, ik ben ETA 30 seconds out, oké? Over. Confirmed. Oké, over. Oké, sta je op de stuurdam of sta je voor de stuurdam, voor het meer? Niet flares. No flares visible. Ik zie de flares, Heel gevaarlijke landing hier zo, maar ja, dat moet wel met al die pijltjes en al die dingen. Oké. Dat was even gevaarlijk, Thomas, ik weet het. Maar er stond een elektriciteitsbal voor mijn neus, dus ik moest in één keer erbij komen staan. Okay, here we go. We got 3 minutes, 24 seconds to get this package and bring it home. Oh, we're gonna do this, boys! Okay, waarom praat ik Engels? Ik weet het niet. Okay, jij zit op de guns, toch? Yep. Okay, jij bent ook de retriever.
Zet je nou net uit voor de grap te schieten? Nee. Die grap gaat, die kogels zijn 50 euro per stuk. Vriend. Hou. Oh. Oh. Wat een man. Maar 50 euro per stuk voor een kogel. Ik vind het duur, hè? Ik vind het duur. Dat waren enge mensen in een auto waar we niks mee te maken willen hebben. Nope. Oké, we gaan high speed richting het eerste pakketje. En ik hoop dat ze er alle twee liggen. En het kan ook zijn dat het beweegt. Kun je de map even checken hoe het staat met het pakketje? Beweegt het? Ligt het stil ergens op een positie? Het ligt stil en het zijn er twee. Oké. Thanks voor de info. Wat is de locatie ongeveer? Palito Bay, de achterste straatje. Got it. 2 minuten 19 mensen, de klok tikt door. Ik zet de landing in over. Ik zet de neerstort in over. Oeh, daar gingen we bijna doen. Dit straatje was het toch? Ja, de vrachtwagen. Oh my god. Dit ding landt moeilijk. Oh my god. Thomas, we're going down. Oké, pak hem snel. Pak je vrachtwagen. Go. Move. 1 minuut 40. Oh my god, gaan we dit ding ooit op tijd terugkrijgen? Ik denk het niet. Oké, stap je in of? Kan niet. Oké, let's go. Ik pak de Apache. Ik geef je aircover. Hij moet naar... De legerbasis, dus drive. Oké, een echt waar legertransport hier ook. Apache voor assistance vanuit de lucht. En Thomas moet in 1 minuut, in 58 seconden op de legerbasis zien te komen. Nou, gaat het lukken, ja of nee? Laat het nu weten in de comments. Type 1 voor ja, type 2 voor nee. Ik denk dat de comments voor gaan staan met 2. Wat denk jij, Thomas? Ik denk dat er 2'tjes komen. Ja, dat denk ik ook. Oh! Ja, ik deed even een barrage zodat mensen weten van... Dat is ook voor die excursion. Ja, ik jaag hem weg, he? We hebben 20 seconden, Joe. Oké, Assurgeon is afgejaagd over. Oké, dit gaat niet lukken, denk ik, in 10 seconden. Thomas, vol gas! Helaas, 2 seconden, man. Niet gered. Je bent gefald! Ik ook. Mensen! Voor iedereen die 2 heeft getypt in de comments, kijk om 8 uur sowieso de video voor gratis shark cards. Ik denk dat het vanavond om 8 uur online komt en anders morgen. Maar ja, mensen, het is gefaald. De missie is gefaald. En ik ben heel rood op de camera omdat ik mijn kleur in de tijd verkeerd heb afgesteld. Maar dat maakt niet uit. Mensen, als je de video toch leuk vond. Ik weet 3 video's per dag, ik moest deze video een beetje afraffelen. Het spijt me, oké, maar ik hoop dat je hem toch leuk vond. Blauwe duimpje omhoog. Ga niet even te abonneren hier beneden. Sorry, check die notificatiebutton en ik check jullie bij de volgende video, oké? Iedereen, bedankt voor het kijken. Ron moet zijn mond houden. En tot de volgende keer maar weer. Mezels. Nee, ik zeg altijd laters, hè. Laters.